Game on. Eighty-one. 100. 65. 100. 140. 140 van der Horst. Het publiek hier is nog echt niet wakker. Want twee mensen 100. Met een flauw applausje, maar verder zit iedereen nog na te praten over gisteravond, heb ik het idee. 45. Misschien is men in afwachting van de grote kanonnen. 105. Of misschien is men wel in afwachting van een mooie 170 finish. Dat kan natuurlijk ook. Van der Horst, twee keer triple 20 en bullseye. Dat moeten mensen dan op de stoelen krijgen. Maar Van der Horst 92. Mist de triple 20. 96. 56. Michelle, you require 78. Van der Horst naar dubbel 12. Ja, en Game dat gaat prima bij Van der Horst. Michel van der Horst. Hij gooit de finishes heel gemakkelijk. En dat betekent dat Mitchell echt in de problemen zit nu. 100. Stel dat Mitchell deze partij met 5-2 verliest. Dat zou zomaar kunnen als hij deze leg ook verliest. Dan heeft de Hoog vanavond genoeg aan twee legs. En dus is het aan Scott Mitchell om daar wat aan te doen. Hij moet wel laten zien waarom hij de nummer 6 van de plaatsingslijst is hier. 100. Teen tegen de hockey. Voor Mitchell. Dit lijkt er meer op. 9 darts op 130. 28. Scott, you require 130. 58. 60. Scott, you require 72. Achterstand terug te brengen. Mitchell, 20 en tops. 52. Nee. Maar deze keer heeft hij wat meer ruimte. Van der Horst nog lang niet op een finish. 41. 'T wel dichterbij komen van der Horst. No score. 'Terwijl Nick Rawls, de scheidsrechter, een van de scores corrigeert op het bord. Nee, 2-2, 3-2. Nee. Twee, drie, twee. Ja, dat is wat we willen zien.
Nederlandse schrijvers en Engelse scheidsrechters. Soms communiceert het niet helemaal goed met elkaar. 80. Scott, you require 20. 20 voor Mitchell. En nu pakt hij de dubbel 10 wel. En komt hij terug tot 4-3. Ja, het zijn nog maar eens gezegd. Voor Van der Horst maakt het allemaal niet meer uit. Die ligt sowieso eruit na deze partij. Maar voor Mitchell is het nog wel degelijk belangrijk. Als hij wint van Van der Horst, dan is vanavond iedere overwinning op de hoogte genoeg. Maar als hij hier verliest, dan gaat het lekzaldo ook meetellen. 41. En omdat de hoog plus 5 staat voorlopig, zal Mitchell dan een ruime overwinning moeten boeken. 17. Eerst tellen de gewonnen wedstrijden. Dus als je beide poolwedstrijden wint, dan is er niets aan de hand. Ben je gewoon door. Maar daarna telt het lekzaldo. 100. 130. Goeie score van Mitchell. Daarmee heeft hij het initiatief te pakken in de leg die Van der Horst is begonnen. 100. Scott, you require 160. Mitchell, hij heeft 60 over. Van der Horst gaat de druk opvoeren. Kijk eens aan. Met zijn tweede 180. En dus weet Mitchell dat hij deze 60 uit zal moeten gooien. Via 20 en tops. Of dubbel 10. Nee, dat doet hij niet. 40. En dan kan Van der Horst goede zaken doen voor Brian de Hoog. Als hij hier de dubbel 2 gooit. En dat doet Van der Horst. En dat betekent dat Van der Horst in ieder geval met een overwinning het toernooi verlaat. Hij wint met 5-3.